David Kreynow, een meubelmaker van Johannesburg, heeft vroeger hierdie jaar die Object That Moves toekenning voor zijn Haywire chandelier bij die Southern Guild Design toekennings gewen. Als deel van hierdie prijs krijgt Kreynow die kans om zijn ontwerper bij die 100% Design South Africa geleentheid bij die Gallagher Convention Center in Johannesburg uit te stel. Ons het gaan inloer bij David. Dit alles begin eindelijk als een klein sien op mijn pa's plaas. Mijn pa heeft van tijd tot tijd uitwerkprojecten gedaan en ik heb hem geholpen. Als student wou ik meubels maken, maar ik heb niet een rare manier gezien hoe om het te doen. Toen ik wijnkunde gaan studeren en een beetje als een wijnmaker gewerkt en toen besef ik niet, hel, ik moet meubels maken. En toen trek ik terug plaas toe. En dit is omtrent 7 jaar terug. En ek het 5 jaar, is amper 6 jaar op die plaas geblei. En toe die besigheid nou groei, toe moes ek hiernatoe trek. Ek love it. Dis een medium wat jy mee kan speel. En dis een medium wat ongelooflik sterk is vir sy massa. Ek sal volhoubare producte maak van hout wat op die plaas kom, want my pa groei die uit. So dit is die enigste wat sin maak. So dit is die een ding. En dan ook om wat hulle nou noem FSC Certified, wat hout is wat basis volhoubaar geboer word. Die idee is om die hout in te voer en my meubels en my reeks te complementeer met die hout. Maar ek maak ook goed uit jacaranda uit wat hier in die straat groei, wat mense wat boomstroopers wat ek die hout van hulle af kry. So dis een mengsel. Ek is op die oomblik gefascineerd deur die tegniese aspekte van hoe om iets te maak. So ek is op die stadium bezig om na te volg hoe om die tegnologie wat betrokken is te gebruik, maar nog steeds die handelement by dit te hou. Jy weet, ek wil handgemaakte meubels maak, maar as jy wil vorder, moet jy vorder met die rest van die wereld. Ek het ambitie om met ander materiaal te werk, maar wat ek besef het, is dat het baie belangrik is om focus te hê wat jou materiaal is. Het helpt niet, ik ga spelen met staal. Ik ben niet groot geworden met staal. So, mijn ambitie is om mensen in te brengen wat weet van staal af. Ja, ik heb een paar grote producten, zoals die Haywire, wat ik de prijs voor gewen heb en waar we die uitstelling nou gaan. Dit was een groot product, een mijlpaal. Maar dit was net een groot product omdat ik de eerste keer die grenzen een beetje verschuif heb. In mijn eigen kop, van niemand anders. Die grenzen een beetje verschuiven en zeggen: kom eens wat het product een beetje verder. Ik heb onlangs begin teken. Ik moet mezelf amper weghouden van teken af, want ik zal die hele dag zitten teken. Ik speel muziek en ik kan zo een beetje zingen. Ik is verliefd op kunst. Ik verzamel kunst. Dit is mijn integrale deel van mijn leven. So, ja, ik beoefen ook kunst. Maar voor nu is mijn kunst meubels.